The recipient of the 5th Cultuurfonds Mode Stipendium is... You as me, me as you, Mark van Voorstenbos en Twald Jansen! Mijn naam is Menno Tummers. Ik ben adviseur mecenaat bij het Prins Bernhard Cultuurfonds. Ik heb als adviseur mecenaat dagelijks contact met mecenassen. Dat zijn mensen die geld willen geven aan cultuur, natuur en wetenschap. En dat zijn de werkterreinen van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Het fantastische aan het Prins Bernhard Cultuurfonds is dat zij heel veel disciplines binnen de kunsten ondersteunen. En zeker in deze tijd van economie, economische crisis, is dat echt van levensbelang. De overheid heeft zich natuurlijk heel erg teruggetrokken uit de cultuur. Ik denk dat een mecenaat daar een rol in kan vervullen om dat gat kleiner te maken. Wat je op dit moment ziet over de hele linie, denk maatschappelijk, is dat er een druk is op de maatschappij. Er wordt meer en nadrukkelijker appel gedaan op burgers om zelf initiatief te nemen, want de overheid treedt terug. Dat merken we allemaal. En er zijn antwoorden nodig om de mooie dingen van het leven, die heel belangrijk zijn om onze samenleving leefbaar te houden, om die te ondersteunen. En daar speelt die mecenas een heel belangrijke rol in. Ik denk dat wij door het ontvangen van het stipendium heel erg gesterkt zijn in het idee dat we op de goede weg bezig waren met die menselijke maat. Met dingen bescheiden aanpakken in plaats van groot. Creativiteit voorop stellen, nog voor het geld verdienen met een product. Mooie producten maken die langer meegaan en die mensen niet voor de gek houden, kortom. Iets toevoegen aan de wereld in plaats van hem lelijker te maken. 6 jaar geleden zijn we begonnen met het Cultuurfonds Mode Stipendium en je ziet dat er ontzettend veel bereikt is. Het stipendium heeft inmiddels een behoorlijke bekendheid gekregen in het modeveld. En als je ook kijkt naar de laureaten die zijn beloond met deze prijs, dat zijn stuk voor stuk mensen die het echt verdienen. En het is belangrijk dat we dat zichtbaar maken, want als je die prijs wegdenkt, dan maak je dit dus niet zichtbaar. Dus dat ze je waarderen voor het werk wat je hebt gemaakt. En omdat zij natuurlijk ook, omdat ze mode, het zijn natuurlijk allemaal modemensen, begrijpen wat je hebt gedaan en wat je die 10 jaar aan het doen bent. En dat het keihard werken is, echt focus blijven en dingen nee tegen zeggen. Het is ook een soort van bevestiging en dat is natuurlijk goed dat je dat, dat je af en toe zo'n bevestiging krijgt. Want dat betekent dus dat je dingen aan het doen bent die dus een waarde hebben en dus meetellen. Nou, het voelt echt als een enorme waardering voor je werk om het Cultuurfonds Mode Stipendium te ontvangen. Er is geen grotere prijs op het gebied van mode. Dat wil alleen niet zeggen dat dat een garantie is op succes. 2 van de 5 die hebben helaas hun activiteiten moeten staken. Dat wil niet zeggen dat ze uit beeld zijn. Ik denk dat het werk ook gewoon doorgaat. Maar de mode heeft het gewoon heel hard nodig om investeerders te trekken. En dan niet alleen maar investeerders die er rendement uit willen halen, maar met name de investeerders tussen aanhalingstekens die als mecenas kiezen om een talent eigenlijk even in bescherming te nemen. Eigenlijk wat je vroeger had bij de modestipendia van het Fonds voor Beeldende Kunsten en de werkbeurzen en dat hele subsidiesysteem waarbij je ook gewoon de ruimte werd gegund voor introspectie. En dat is wat dit ook eigenlijk wel biedt. Ik hoop dat de volgende ontvanger van het Prins Bernhard Cultuurfonds Modestipendium onder andere ook wat ruimte voelt om dicht bij zichzelf uit te komen, om die rust te vinden en om even misschien een pas op de plaats te maken of wat voor hem of haar nodig is. We zijn nu toe aan de 6e prijsuitreiking. We gaan straks horen aan wie. Dat vervult ons met enorme blijdschap. En we hopen dat dat naast die keten van talenten die aan het ontstaan is, dat er ook een keten van modemecenaat in Nederland ontstaat, waar we tot in lengte der jaren uit kunnen putten met elkaar.